je weet van de Vrienden van Amstel, er wordt alles uit de kast getrokken om daar werkelijk een fantastische show van te maken met de crème de la crème van de Nederlandse popmuziek. Maar ja, we nog niet gezegd hebben dat het allemaal maar goed gaat natuurlijk. Dus dat voel je wel een klein beetje. En de man die op dit moment echt in het hart van het backstage gebeuren staat, is mijn lieve vriendje Sander. Want Sander, jij bent gelopen naar de kleedkamers. Ja, dit is een lange gang met aan weerszijden zie ik allemaal van die Amstelborden met daarop de namen. Die corresponderen weer met de kleedkamers. Kortom, ik zit echt wat je zegt, het heiligdom der heiligdommen. Hier is waar alle artiesten even tot rust komen, even wachten, zich opmaken, zich klaarmaken. Gewoon in ieder geval de tijd overbruggen tot ze op het podium moeten. Want het is natuurlijk een lange show, meer dan 3 uur. En ze staan niet allemaal 3 uur lang op het podium. Alleen Jeroen van Koningsbrugge, want die pakt altijd natuurlijk de hoofdrol. Guus Meeuwis zit hier. Even kijken of die er is. Nou, maar daar zit wel. André, mag ik even één vraag stellen? André Hazes in de kleedkamer. Oh nee, dat is je eigen kleedkamer. Ik dacht dat jij bij Guus zat. Hoe is dat? Ja, heel goed. Hi. Naast je komen zitten. Hey, heb je de City hoort inmiddels bij het meubilair, toch? Ja, ze voelt het wel, ja. Je bent een relatief nieuwkomer, dus nog steeds heel veel zin in en gezellig. Nou, ik heb een tijdje vakantie gehad, en dit is mijn eerste ding weer wat ik doe. Dus het is sowieso weer lekker om te gaan beginnen. Maar ik vind het hier een feest, hoor. Ja, het is wel heel veel wachten, hè? Ja, het is veel wachten. Alleen ik heb een band die best wel een biertje lust, dus het is altijd wel gezellig. En nu is het wachten, weet je wel. We hebben 2 dagen repeteren en de show zelf is het natuurlijk gewoon altijd... Je komt 6 uur aan en je gaat om 11 uur naar huis. Zo. Valt mee dus? Daarover mag je eigenlijk nooit klagen. En hoe is het om een band te hebben die ook wel van een biertje lust? Ja, anders spelen ze niet met me. Je betaalt ze uit in Heineken en Amstel. Ja, nee, dat is echt zo. Ja. Nou, goede band, hou ze vast. Ja, dat was het alweer, joh. Dit is allemaal een vluchtig medium, hè, dat radio. Nou ja, Koen, je hoort het. Het is een drukte van je welste. Dus ik begrijp dat eigenlijk ongeveer alle Nederlandse artiesten daar zijn. Maar dat alleen Thomas Agda en... Nee, want ik loop weer achter iemand aan. Oh. Ik moet rennen zelfs. Oh. Sanne. Oh, Sanne. Sanne. Miss Montreal. Even één vraag. Hoe gaat het? Ja, goed. Dankjewel. Ja, ik zie je toch zo, hè? Ja. Ja. Even kijken hoor, wat is hier? Ja, nu komen ze allemaal langzaam binnen. Kijk! Little Kleine! Dag vriend. Kom je in je eigen kleedkamer niet in? Kom mijn eigen kleedkamer niet in, wat is dit? Dat is rock'n'roll anno 2019. Echt waar, next level rock'n'roll. Jij bent gewoon een van de headliners en je komt je eigen kleedkamer niet in. Niet normaal, ik ga er wat voor zeggen. Moet ik de deur even intrappen? Trap jij even de deur in. Oh jee. Oh jee. Nee, dat is ook niet heel sympathiek. Ja, met mij gaat het goed. Hoe is het met jou? Heb je er zin in? Ja, zeker, zeker. Ben je hier elke dag? Wij zijn hier vanavond en wij zijn hier maandag. Wij zijn hier woensdag en we zijn hier donderdag. Top. Nou, ben jij hier elke dag? Ik ben hier elke dag. Maar ik vond vorig jaar, weet ik nog wel, dat ik wel pittig vond. 14 dagen naar de tering gaan. Maar nu 12, dus... Het valt mee toch? En zolang jij buiten je kleedkamer blijft, is er niks aan de hand. Nee, komt helemaal goed. Oké, ik blijf buiten mijn kleedkamer, jongens. Nou, Koen, het wordt nu druk. Maar we gaan al die mensen vanavond en straks en overmorgen... Tuurlijk. En we gaan ze allemaal nog meemaken bij ons in onze eigen studio-kroeg.